The 19th Conference on Theology in the Caribbean Today, CTCT, is op feestelijke wijze geopend. Dit gebeurde gisteravond in de kathedrale basiliek. Het thema voor het jaar is Laudato Si, Caribbean Responses. Hetgeen betekent, wie is geprezen over de zorg van het gemeenschappelijk huis. Met dit thema vraagt de paus aandacht voor de bescherming van Gods schepping. Bisschop Karel Tjuni van de Rooms-Katholieke Kerk bemoedigt de aanwezigen om een netwerk van liefde en solidariteit te bouwen. Calls on us bishops to imagine a serene future and to formulate what a good life is for the future generations. Our task and your task these days is to work together toward the construction of a world that breaks with structures that take away life. You are encouraged to move away from colonizing mentalities. You are encouraged to build a network of love and solidarity. De Conference on Theology in the Caribbean Today wordt om de 2 jaar gehouden. Het is ontstaan vanuit de behoefte een theologische reflectie te ontwikkelen ten aanzien van de ernstige uitdagingen die het Caribisch gebied bedreigen, zoals klimaatverandering en natuurlijke rampen. De organisator, het Katholiek Bisdom, wil door middel van deze conferentie vanuit een theologisch perspectief een dialoog op gang brengen over deze bedreigingen. Bisschop Karel Tjuni is de gastheer van deze conferentie die gehouden wordt in het bezinnings- en vormingscentrum Asewatono aan de Prinsessenstraat. De conferentie duurt tot en met 15 juni.